Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het managementteam van de gevangenis, het SDKK, heeft met spoed enkele wijzigingen ondergaan naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek geleid door een van de teamleden. Naar aanleiding van de uitkomst heeft minister van Justitie Quincy Girigori besloten deze wijzigingen direct toe te passen. Het personeel van de gevangenis is op de hoogte gesteld. Binnen een zo kort mogelijke periode wordt getracht het departement Human Resources te versterken. De kustwacht van het Caribisch gebied is gisteren net als ieder jaar begonnen met de Hurex, de Hurricane Exercise. De oefening duurt tot 28 juni aanstaande en vindt plaats op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Gisteren werden in dit kader controles gehouden op Sint Maarten in het verkeer. Ook het stationsschip Pelikaan doet aan de oefening mee. In het orkaanseizoen verzorgen zij het transport van goederen en materieel. In een tragisch ongeval op de Monseigneur Dr. Amado Reumerweg is een jongen van 14 jaar rond 3 uur gistermiddag onder een SUV aangetroffen. Korte tijd later overleed hij ter plekke aan zijn verwondingen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een SUV met hoge snelheid richting de Helmin-Biels boulevard reed en dat de chauffeur de macht over zijn stuur verloor en over de kop sloeg. Twee inzittenden die geen veiligheidsriemen droegen, werden uit de auto geslingerd en een van hen werd door het voertuig getroffen. De politie heeft een 16-jarige chauffeur van de auto aangehouden en aan de hulpofficier overgedragen, die opdracht heeft gegeven de jongen in hechtenis te nemen. Op 15 juni jongstleden zijn ongeveer 50 leden van de FKK bijeengekomen om te praten over de toenemende gewelddadigheden binnen het voetbal op Curaçao. De FKK geeft aan hier een zero-tolerance beleid te voeren. Aanleiding voor de bijeenkomst was onder andere de onregelmatigheden die plaatsvonden bij wedstrijden. Supporters die zich niet kunnen gedragen zullen uit het stadion verwijderd worden. Het is de bedoeling van de FKK om borden in de stadions te plaatsen en om pamfletten uit te delen voor de wedstrijden in het kader van de campagne tegen geweld. Chefkok Thomas Groot, bekend van het Michelinsterhoudende restaurant 212 in Amsterdam, gaat samen met zijn partner Richard van Oosterbrugge een nieuw restaurant beginnen op Curaçao. Het nieuwe restaurant komt op de Penstraat bij het Pen Alley project. Er worden onder andere 50 luxe appartementen gebouwd op het terrein van Landhuis de Goede Hoop. En het nieuwe restaurant 020 zal in het landhuis gevestigd worden. Het voetbalteam van Curaçao is teleurstellend begonnen aan de Gold Cup, het Noord- en Midden-Amerikaans kampioenschap voetbal. De ploeg verloor in het Jamaicaanse Kingston met 1-0 van El Salvador. Op slag van rust dook Nelson Bonilla op voor de keeper van Curaçao, Eloy Room, en schoot laag in de hoek raak. Het bleek uiteindelijk het winnende doelpunt. Room voorkwam met een aantal fraaie reddingen een grotere nederlaag voor Curaçao. Coach Remco Bisentini was niet te spreken over de prestaties van zijn team. Sinds 2011 proberen ze zich tevergeefs voor een WK te plaatsen. Voor het tweede duel van de Gold Cup vliegt de selectie van Curaçao naar Houston, Texas. En daar is Honduras over 4 dagen de tegenstander. Dat team verloor zijn eerste wedstrijd met 3-2 van Jamaica. Verschillende belangrijke Europese landen staan op het punt om met sancties te komen tegen Nicolas Maduro, de huidige president van Venezuela, en enkele hoge functionarissen in het land. Het zijn 5 landen, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, die overwegen deze financiële restricties in de Europese Raad aan te kaarten, zo melden diplomaten en leden van de Venezolaanse oppositie. De oppositie is tegen een 4e overlegronde die gepland staat in Barbados. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.